Hallo, welkom bij de instructievideo van Durabele en deze keer gaan we het hebben over breisteken. Ik laat je zien hoe je op twee manieren kunt opzetten. De ene is met één naald en de andere is met twee naalden. We beginnen met opzetmethode met één naald. Daarvoor maak je een schuifknoop. Een schuifknoop maak je als volgt. Je draait de draad om je wijsvinger en haalt dan de draad door het lusje. Deze zet je op de breinaald. Je hebt twee uiteinden. Eén uiteinde die je gewoon ophoudt en de ander zit aan de bol. Je duim steek je door de draad aan de bol en je wijsvinger door de draad die je ophoudt. En de rest hou je vast met je vingers. Dan ga je met de naald langs de buitenste lus bij de duim en de binnenste draad bij de wijsvinger en haal je door de lus van de duim heen. En trek niet te hard aan. Nu heb je twee steken op de naald. Dat ga je dus herhalen. Dus je gaat met de naald via de buitenste lus van de duim, via de binnenste lus bij de wijsvinger en met de naald haal je die door de lus van de duim en trek je weer langzaam aan. Duim, buitenste lus, wijsvinger, binnenste draad, door de lus van de duim en aantrekken. Weer via de buitenste lus, binnenkant en aantrekken. En zo kun je dus de steken op je naald zetten. Trek niet te hard aan, want anders gaat de eerste naald die je moet breien wat stroever. Dus zorg dat ze mooi losjes op je breinaald zitten. Nu gaan we verder met opzetten met twee breinaalden. Dat heet breiend opzetten. Dus eigenlijk leer je twee dingen in één. Je leert opzetten, maar meteen ook de eerste steek breien. De rechte steek. Maak een schuifknoop. Wikkel hem om je wijsvinger. En haal het draadje er doorheen. En zet hem op de naald. De naald hou je vast. En we gaan een steek breien. Steek de naald onderin in de lus. Je slaat van rechts naar links om de draad en je haalt hem door de lus. Nu heb je eigenlijk twee konijnenoren en het ene oor zet je bij het andere oor op de breinaald. Twee steken en je hebt nu een steek opgezet. En dat gaan we herhalen. Je steekt de draad of de naald onderin. Van rechts naar links omslaan. Twee lusjes. Het ene lusje zet je op de andere naald erbij. Niet hard aantrekken. Zo kun je makkelijker de eerste naald breien. Je steekt weer onderin. Draad omslaan. En je zet hem erbij op. Onderin steken. Draad omslaan. En je zet hem erbij op. En hiermee heb ik laten zien hoe je ze op twee manieren kunt opzetten. Deze heb ik gedaan met twee naalden, breiend opgezet. En deze heb ik gedaan met één naald. En dan heb je dus met één naald en je hand en twee lussen de steken opgezet. Kijk welke steek voor jou het makkelijkste is en kijk ook goed welke je wat losser of strakker opzet. En ik zou dan kiezen voor de steek die je het meest soepel opzet. Dat geeft een fijne start voor je breiwerk. Wil je meer instructiefilmpjes zien voor breien en breitechnieken? Kijk dan bij de andere aflevering op dit YouTube kanaal.